En super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie weer mee. Maar eerst, voordat we beginnen, heb ik een nieuwe microfoon hiervoor op de camera. Zodat het geluid nog beter is. Dus die ga ik er even opzetten. En ik hoop dat jullie verschil merken. Laat even weten of je verschil merkt met of zonder microfoon. Nou, als het goed is, zou je nu beter geluid moeten horen. Op zich was het geluid wel goed hoor, maar we willen het natuurlijk gewoon het beste. Ik neem jullie gewoon weer mee in de winkel. Ik ga weer heel veel leuks doen en heel veel leuks maken. Vandaag sowieso een drukke dag en ik begin zo even lekker met boeketten maken. Want die gingen gisteren heel hard, dus staat niet meer zoveel. Dus kijk gezellig mee. Onze bloem is er ook weer. Ik maak de bloem. Dat was mijn dagje wel. Een heel druk dagje. De winkel is ondertussen wel leeg. Dus ik ga zo nog eventjes na het werk door. Het is vrijdagavond trouwens. Maar ik wil altijd zaterdag de winkel goed vol beginnen. Dus ik ga straks nog eventjes door om weer nieuwe boeketten te maken. Zodat het weer lekker vol staat voor de zaterdag, voor het weekend. Maar ik kreeg een pakketje binnen. Namelijk van Chiquel. En ze vroegen of ik wat kleding wil uitzoeken. Ik was toevallig nieuwe kleding nodig voor hier in de winkel. Want het was allemaal weer wat kouder. Dus hier in de winkel heb ik er eigenlijk altijd dikke truien en dat soort dingen aan. Om je toch wel wat warmer te houden. Omdat je met de bloemen heb je het natuurlijk allemaal wat koeler. Dus dat vond ik heel leuk. En het leuke is, ik heb een kortingscode voor jullie. Namelijk 20% korting op de collectie. En ik zal ook even de linkjes van deze kleding hieronder in de beschrijving zetten. Ik ga ze aan jullie even laten zien. En je zult ze de rest van de vlog wel aanzien. Ja, dan heb ik ze vast aan in de winkel. Dus ik laat het even zien. En nou vergeet ik het gewoon te vertellen, maar de kortingscode, met de kortingscode Carlijn20 heb je dus 20% korting. Maar ik zet het ook allemaal hier in de beschrijving en de linkje zet ik ook even in de beschrijving. Allereerst, is echt mooi dik, mooie kwaliteit. Een kooltrui, ik ben gek op kooltruien. Ik heb nu ook een kooltrui aan. Het is nu, deze is dan echt wel wat dikker voor de winter, laat maar zeggen. En deze is dan wel wat dunner. En ik vind het echt ideaal, want het is gewoon net wat warmer. En ook omdat de airco hier vaak draait, dan is het in de nek gewoon fijn. Dit is een mooi bruin kleurtje. En meestal draag ik hier echt gewoon truien, vesten, jasjes. En een zwart vestje. Ook echt super leuk. Met een wikkel, met een touwtje erom. Dan deze trui. En als ik dit zie, dan wil ik die vanavond gewoon lekker op de bank gaan. Een heel lekkere grote trui. Ook een heel mooi kleurtje trouwens. Ik hoop dat jullie dat goed kunnen zien. Dat vind ik ook echt leuk op een spijkerbroek. Want tegenwoordig is het ook echt heel leuk op rokjes. En dit is allemaal in maat, dus dat is leuk. Past iedereen. En deze, die is niet echt heel geschikt voor de winkel met dat witte. Maar die vond ik wel echt super leuk. Dus ik dacht, als ik s'avonds dan de hele dag hard heb gewerkt, of als ik een dag vrij ben, dan is het wel super. Het is meer zo'n jurkje. En ik heb van die leuke cowboylaarsjes, dus dat vind ik dan wel leuk onder. Dus echt super leuk. De linkjes staan hieronder. En met Carlijn20 krijg je dus 20% korting. Ik kon het niet laten. Ik heb gelijk even iets aangepast. Want ik vond deze stof echt heel mooi.
echt wat dikkere stof. Ik denk dat hij wel, het is in maat, dacht ik. Ik zal even voor de zekerheid kijken, maar ik dacht dat het in maat was. Ja, het is in maat, maar ik denk niet dat het voor de echt hele grotere. Ik denk dat hij tot een L zou kunnen. Hij rekt wel mee hoor. Hij zou 1, 2 maten groot zou echt wel kunnen hoor. Maar ik zou niet veel groter. Maar hij is echt super leuk. Hij past ook, het is bijna zonde om hier in de winkel aan te doen. Maar ik vind het echt ook lekker warm. Tijd om even weer de planten te gaan doen. Zoals je ziet het er allemaal gaten in en er staan weer allemaal nieuwe planten op de grond. Dus ga ik het even mooi inzetten en gelijk eventjes water geven. Het is maandag en normaal gesproken is het mijn vrije dag, maar ik ga vanmiddag naar de groothandel. Dus ik dacht misschien is het wel leuk om jullie mee te nemen. Ik ga even kijken of het lukt met de camera en anders film ik even met mijn telefoon. Dan zijn de beelden misschien ietsje minder, maar ja, wel leuk om jullie daar naartoe te nemen. Dus laten we gauw weer beginnen. Ik heb ook heel veel bestellingen, dus vandaag is gewoon een werkdag voor mij, die ook even ingepland. Deze week heel veel bruidswerk, dus het is leuk. Meerder op een dag, dus ook wel een leuke uitdaging, maar ja, ik heb zin in deze week. Dinsdag en ik ben lekker aan het werk. Ik ben nu pakketten aan het pakken, want de winkel heb ik al even vol met boeketjes gezet. Ik heb hier een klein aapje, die is vandaag bij mij in de winkel. En we gaan gewoon lekker verder met het inpakken van de pakketten, want het zijn er heel veel. Het pakket was heel snel uitverkocht de vorige keer, dus dat was heel leuk. Maar we zullen zeker ook nog heel veel in te pakken hebben, wat ook wel weer leuk is. Dus we gaan gauw weer verder. Zo, ik heb even wat anders aangedaan, want ik had er te warm van. Maar de pakketten gaan goed, gaan lekker veel weg en dagje loopt wel. Zo, ondertussen is het 7 uur 's avonds en ik ben nog in de winkel zoals je ziet, want ik ga nog even een DIY video opnemen. Ik heb gisteren hele leuke ondergronden gehaald, die zal ik jullie even laten zien. Ik haal ze eventjes nog uit de auto, want liggen ze nog. En als jullie dan deze video kijken, staat die waarschijnlijk al online. Ik haal ze er even bij. Ik zag ze liggen en ik dacht gelijk, die zijn van mij. En ik heb ook wat andere leuke dingen gehaald die erbij kunnen. Ik laat ze even van dichtbij zien. Kijk, normaal gesproken hebben we wel eens van die video's opgenomen met één ring. Maar dit zijn dus drie aan elkaar en daar ga ik iets heel leuks mee maken. Nou, hij staat weer op en hij is echt super leuk geworden. Ik ben er heel enthousiast weer over. Ik maak altijd, als ik ergens niet enthousiast over ben, dan zorg ik dat ik gewoon het zo maak dat ik er wel enthousiast over ben. Dus ik zet niet zomaar iets online. Maar deze wil ik jullie wel even weer laten zien. Want als je echt iets anders voor aan de deur wil in plaats van een krans bijvoorbeeld, dan is deze echt super leuk. Hoe leuk is dit? Ik laat dus verschillende technieken zien. En hij staat dus al online als jullie deze vlog kijken. Ik weet niet of hij dan nog beschikbaar is. De DIY pakketten gaan op het moment heel hard. Dus ik weet niet als deze vlog online komt of die dan nog beschikbaar is. Maar wil jij ergens als eerste bij zijn en niks missen van de DIY pakketten. Dan kan je gewoon elke woensdag en elke zaterdag kijken. Woensdag om 7 uur en zaterdag om 9 uur 's ochtends. Vanaf dat moment komen ook de pakketten online. Dus kun je het ook bestellen. Dus wil je niks missen, dan kun je het beste gewoon dan gaan kijken. Soms gaan pakketten namelijk echt heel erg hard. En dat is natuurlijk heel jammer als het is uitverkocht. Maar ik pak ook alles zelf in en zo. Dus soms heb ik gewoon en kan ik niet aan meer ondergronden komen.
En lukt het gewoon niet meer om meer op een dag in te pakken. Dus maar meestal heeft het te maken dus met het aantal ondergronden die er beschikbaar zijn. Ik koop al aardig ruim in, dus wees er gewoon snel bij als je het niet wil missen. Goed, ik ga deze vlog afsluiten, want in de volgende vlog ga ik bruidsjurk maken. Maar niet één, maar twee tegelijk op één dag, dus dat is ook wel weer grappig. Daarin neem ik jullie gewoon weer mee, want het is wel super mooi en echt... dit keer ook wat aparter, wat anders dan anders. Een watervalboeket ga ik daar maken. Dus vind je dat leuk om te kijken? Kijk dan vooral de volgende vlog. Weer een lange slinger voor op de auto. Dat is ook super mooi. Maar ook een biedermeier voor op de auto. Heel veel armcorsages. Dus echt van alles heel verschillend soort bruidswerk. Dus echt wel heel erg leuk. Dus vind je dat leuk om te kijken, dan zie ik je graag bij de volgende vlog. Die komt op maandag online en op woensdag en zaterdag komen dus de DIY pakket online. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je deze vlog weer leuk? Doe even een duimpje omhoog, want daarmee help je mij dus ook enorm. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.